Dat betekent dat de invalide bejaarde eerst met zijn stok of kruk een holtrap op moet. Dat is voor jonge mensen een fluitje van een cent. Die zien niet eens dat het een holtrap is. Maar ik ben al dat ik goed moet kijken waar ik mijn voet neerzet om niet ondersteboven te vallen met mijn tasje. Het verlossen, kunt u mij horen? Hemelwaard, een heel boeiend thema natuurlijk. Ja, nou als je daar iets over weet, kunnen we dat doen. Ik weet er van alles van. Ja, men begint je licht te voelen en dan stijg je op en dan stijg je op naar de hemel, toch? Zo. Ja, ja, maar dan we moeten er wel een uur over vol kunnen praten. Dus, dat gaat niet lukken, dus nee. Dat gaan we niet doen. Nee. Denk er nog eens over na, wat kan. Ik denk erover na, ik heb toch van alles te doen. Hoop slimste mens. Ja, leuk dat het weer begint. Ja, we hebben al één dag gedraaid. Oh, je bent al bezig, dacht dat je dit weekend begon? Nee, we zijn woensdag begonnen. Oh, kijk. Leuk. Dit weekend, zaterdag en zondag. Ja. Het is een dubbele competitie dit jaar, namelijk een normale competitie. En een competitie van ex-winnaars en tweede plaats winnaars. Oh, wat ingewikkeld. Ja, enorm ingewikkeld. Het is wel één serie? Nee, het is een compleet. Het zijn twee verschillende series. Oké, okay, en wanneer worden die uitgezonden dan? God, ik heb geen idee. Waarschijnlijk had ik dit ook helemaal niet mogen vertellen. Oké, okay, dan knippen wilt we het eruit. Wilt u het geheim houden? Ja, met de zomer sowieso. Misschien dat in het najaar dat ze dat meteen ook wel opnemen. Of misschien hebben ze dat bekendgemaakt. Ik heb geen idee. Nee, laten we het er maar in laten zitten. We maken het ook uit. Ja. En we moeten nog voor de 16e even kijken bij de CBS. Ja, ik heb het uitgezocht. Ja? Ik heb de 16e verplichtingen. Dus het kan niet doorgaan. Nou, we moeten aan het CBS voorstellen om het de dag van tevoren op te nemen. Aan het begin van die dag op te nemen. Nou, zoiets in die geest. Okay. Ik zal even met ze gaan bellen. Dat moet te doen zijn. Ja, want het is wel een fysiek event. Volgens mij komt de minister er ook. Dus toen dacht ze, het is leuk als de minister is er eerst en dan komt daarna. Welke minister is dit? Ja, niet Hoekstra. Volgens mij is het die mevrouw van Handelsrelaties en Buitenlandse Zaken. Ik ben even haar naam kwijt. Leuke jonge dame. Een leuke jonge dame. Oh. Ja. Ja, dat is altijd zo opmerkelijk bij die, als je dan die Finse minister-president. Hè? Ja. Maar denk je, hoe jong kun je ze krijgen? Nou ja, het is ook de feminisering in de medische sector, dat is ook zo'n opmerkelijk fenomeen. Ja, goed toch? Uitstekend. Ik bedoel, je begint nu op tal van terreinen te zien dat de feminisering, of liever gezegd, dat vrouwen in aanmerking komen voor dezelfde baan als waar ze vroeger niet voor in aanmerking kwamen. Of niet wilden komen, dat kun je in het midden laten. Dat nu toch sterk doorzet, ja. Heel interessant. Ja. Waarbij je zich ook weer de bekende interessante vraag laat stellen. Je weet dat in Rusland bijvoorbeeld de medische zorg, ook het medisch specialisme, al heel lang in dat werd door vrouwen gedaan. Maar dat betekent altijd dat, omdat vrouwen altijd veel minder verdienen dan mannen, dat de medische sector in Rusland echt lamentabel slecht betaald wordt. Dus ik ben benieuwd of zich dat verschijnsel ook in Nederland gaat voordoen. Ja, topman van of topvrouw van KLM, ook een dame van de NS. Ah. En Pieter Elbers gaat naar India toe, naar een vliegtuigmaatschappij. Naar India. Ja, okay. Vond ik ook opmerkelijk. Nou ja, misschien moeten we toch eens ook naar kijken. De KLM bestaat helemaal in feite niet meer technisch als een zelfstandige maatschappij. KLM is gewoon een werkend onderdeel van Air France. Ja. He, ook als u naar de Raad van Commissarissen kijkt, zult u zien, sorry, he, maar deze ongelooflijke oranje carrier, die is niet meer. Ja, we hebben het verkocht, maar je moet niet verkocht in ieder geval. Het werd natuurlijk zoals gewoon, kijk, de KLM heeft sowieso een hele zonderlinge geschiedenis van tijden waarin het heel goed ging en dan gingen ze de enige tijd, dreigden ze toch weer failliet te gaan. Luchtvaartmaatschappijen, nee, maar zouden ze misschien aandacht aan moeten besteden. Je vraagt je toch altijd af, hoe is het mogelijk dat al die traditionele luchtvaartmaatschappijen altijd in financiële problemen verkeren en dat die supergoedkope carriers, hè, dat die miljarden verdiend hebben zoals over de afgelopen 10, 20 jaar. Hmm. Waarom zijn die miljarden niet verdiend door die traditionele luchtvaartmaatschappijen? Dat begrijp ik niet goed. Nou, een luchtvaarteconoom kan er misschien eens op reageren. Ja. Als die zitten te luisteren. Luchtvaarteconomen, die zul je ook wel weer hebben. Hè? Ja, je hebt alles. Je hebt alle disciplines die hebben we in ons land. Ja, fijn is dat. Ja. Oké, okay. Dan ga ik eens even met het CBS bellen.
Dan ga ik even met ja, zeg maar dat wij in zijn voor alternatieve aanbiedingen, maar dat het er in grote trek op neerkomt dat ik op die dag tussen 1 en 6 niet ter beschikking sta. Nee, dus we moeten of in de ochtend, en het als we het dan toch opnemen, dan kan het ook hier ergens. Ja, dat lijkt mij. Dan hoeven we niet helemaal naar Den Haag daarvoor. Nee, want je draait het af, ze hoeven ons toch niet per se te zien. Nee, maar ik dacht, het was dus... Het idee dat foto projecteren. Ja, maar precies, het was het idee dat wij dat dan live zouden doen. Ja, dat begrijp ik, dat is natuurlijk wel lollig. En wilden zij dan ook zelf vragen stellen en zo? Ja, dat denk ik. Maar nee, wij konden wel het gesprek hebben, maar daarna was dan ruimte om wat vragen te doen. Het was maar een half uurtje. Heel goed, heel goed. Ik zal even denken wat ik nog een leuk onderwerp kan verzinnen. Wat alle luisteraars eventueel zou... Nou, we hebben nog een boek van de Boekenclub trouwens. Even kijken. De Repair Club. Maar helemaal niks, maar... Ik had nog een Amerikaans boek, was ik gaan lezen over alles wat we als gevolg van de digitale revolutie niet gewonnen hebben, maar verloren hebben. Oké. Okay. Voor elkaar geen gezellige brieven meer schrijven. En, hoe heet dat boek? Jezus, dat kan ik je mailen als je wil. Ja, zou doe ik maar dat doen? Doe maar eventjes. Ik had hier iets van een mevrouw of meneer die zei de Repair Club, maar dat zegt jou niks, denk ik. Het moet er wel een boek zijn. We zouden eens een keer aandacht kunnen besteden aan die boeken van die meneer Schmiel. Ja. Die heeft nu ook weer een boek geschreven. Waarin hij uitlegt dat dus die hele snelle overgang naar het gebruik van het afschaffen van fossiele energie, dat het allemaal volstrekt illusiepolitiek is. Als je ziet hoe de wereldeconomie werkelijk draait. Misschien ook wel leuk om zijn aandacht aan te besteden. Ja, interessant. Stuur mij even het linkje van het boek. Ik zou je zowel van die Schmiel als van die mevrouw die dat boek heeft geschreven over OO. Dus dan een beetje naar een beetje die punten van dingen die verloren waren gegaan. Ja, interessant. Lijkt me leuk. Ik stuur het je zo even toe. Super. Dan ga ik proberen om hier uit te parkeren, want het was een kleine plek. En het is een klote plek, ik weet het. Maar dat was de enige plek die er was. Ik kwam gisteren laat thuis, want in één keer godsnaam gisteren. Oh ja, natuurlijk van de slimste mens. Nou, donderdag toch? Ja. En ik kwam hier, we hadden natuurlijk nog even een glaasje gedronken, dus ik kwam hier om 9:45 thuis. En ik kun je ook hier totaal niet meer kwijt. Dus ik moest eindeloos rondrijden en dan tenslotte toch, godzijdank heb ik tegenwoordig zo'n cameraatje, waardoor je veel makkelijker achteruit kunt rijden. Dat is wel een enorme uitvinding. Dus ik heb hem erin gekregen, maar ik dacht nog van nou, als nog 2 of 3 jaar zo en dan kun je hele auto niet meer kwijt hier. Waar moet ik in godsnaam mijn auto neerzetten dan, als hier alles vol staat? Ja. Ja. Ja, dan moet je dus heel op tijd, moet je dus hier komen. En dan heb je nog plek, maar als je s'avonds komt, is het kansloos. Nee, over 10 zo. Niet zo. Kansloos. Nee, om 6 uur eet iedereen en dan is alles vol. Ja, daar komt het op neer. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Want als ik hem iets te ver weg zet, dan word ik bekeurd. Want je hebt natuurlijk een vergunning, maar die heeft een beperkte rijkwijde. Ja, ja. Ja, dus dan is het eigenlijk de boodschap van laat de auto staan, gaan met de taxi. Nou ja, dat doe ik al vaak. Hè. Ja, ja. Amsterdam, alleen per taxi. Maar ik zou het gewoon standaard gaan doen. Ja, moet ik wel standaard iedereen ook die taxi in rekening brengen natuurlijk. Ja, of je maakt een soort van rittenkaart. En wat had je in de bus? Zo'n strippenkaart. Voor het taxibedrijf. Ja. Nou ja, ik heb een prima taxibedrijf waar ik regelmatig gebruik van maak. Nou ja, allemaal vanwege het feit, laten we het nog eens even aanpunten, dat A, het rijden met auto's in Nederland al vaak een probleem is, laat staan het parkeren van auto's. Hè? Ja, dat je dus, die mevrouw zal zeggen, zit niet zo te zeuren. Hè? Want in Den Haag en Leiden kun je gewoon helemaal niet rijden of parkeren. Hè? Maar, het lollige is dat je leest over wat men verwachtte van de auto. Laten we zeggen in de jaren 10-20, toen de auto voor het eerst een breed verkocht gebruiksvoorwerp werd, zag men de auto als een redding. Er was geen paardenstront meer. En het lawaai van karren en zo, dat was verdwenen. En die auto's die zoefden rustig heen en weer. En iedereen kon, als je platteland woonde, kon je zo in de stad naar de stad toe en omgekeerd. En Het paradijs op aarde was aangebroken. En niemand heeft in eerste instantie gedacht, hoe zou het zijn als we allemaal zo'n ding hebben? Hè? Wat voor infrastructuur heb je dan eigenlijk nodig? En ja, nu blijkt, wat je ook doet, dat de infrastructuur voor de auto is altijd onvoldoende.
Hè? Ja. Ook als je... Wat, gisteren dacht ik ook, weet niet waar ik reed, dat ook al zo'n ding waar je twee keer vier banen aan de ene kant, vier banen aan de andere kant. En ik weet nog dat ik heel lang geleden, weet ik veel, ergens in Los Angeles reed over, waar had je toen al vijf baanswegen. Dat je denkt, nou, dit is een krankzinnige wereld. Hè? Alle vijfde banen zijn bezet. En dat je altijd weer dacht, dat komt in Nederland niet. Dat kan ik me niet voorstellen. En verdomd, wacht een kwart eeuw en dan hebben wij het ook. De A2 tussen Utrecht en Den Bosch is volgens mij vijfbaans, hè? Nou, in ieder geval vierbaans. Je weet hoe vaak je daar ook zeker aan het begin vastzit. Ja, ja. En het grappige is, als je van het noorden of het zuiden naar de Randstad rijdt, begint het met twee baans. Hè? Als je in Maastricht de A2 oprijdt, twee baans. En op een gegeven moment bij Eindhoven begint het al uit te rijden. Eindhoven, ook zo'n fameus knooppunt natuurlijk. Hè? Ja. Er hoeft ook met dit te gebeuren of alles staat vast. Ja, het is een wonderlijke zaak dat je uiteindelijk dus, als je zo democratisch bent dat je iedereen zo'n klote machine hebt gegeven, of in ieder geval mogelijk hebt gemaakt dat iedereen zo'n ding koopt, dat je het eigenlijk weer precies contraproductieve effecten heeft. Ja. Maar goed, er zijn ook knoppen waar je kunt draaien om mensen de trein weer in te krijgen. Ik kan je, gaan we nu op dit moment niet doen, maar zolang natuurlijk het openbaar vervoer zo functioneert als het functioneert in Nederland, en relatief functioneert dat eigenlijk heel goed, maar we hebben het er vaker over gehad, voor invalide bejaarden is het gewoon een klote systeem eerste klas. Eigenlijk als invalide bejaarden is het een zo enorme hindernisbaan dat je begint er gewoon niet aan. Er zijn wel aparte stoeltjes waar je kunt zitten. Ja, daar heb je niks aan. Waar moet je die aparte stoeltjes? Dan staat toch zo'n stickertje van hier moeten we meneer nog even beschrijven voor de eenvoudige luisteraars die nog niet bejaard zijn, die niet weten wat ze te wachten staan in feite. Hier heb je lijn 8. Gewoon die elektrische bus, hij zoeft voort of het niks is. Maar goed, dan moet je eerst instappen als moeilijk wandelende bejaarde. En dan moet je op het juiste moment verdomd snel kunnen gaan zitten, want die bus die trekt op. Dat is voor de invalide bejaarde niet zo aangenaam. De invalide bejaarde wil toevallig naar Amsterdam of Haarlem of iets in die geest. Die komt op het station in Utrecht met lijn 8 aan de westkant van het station aan. Dat betekent dat de invalide bejaarde eerst met zijn stok of kruk een roltrap op moet. Dat is voor jonge mensen een fluitje van een cent. Die zien niet eens dat het een roltrap is. Maar ik ben al dat ik goed moet kijken waar ik mijn voet neerzet om niet ondersteboven te vallen met mijn tasje. He. En dan ben je boven gekomen, moet de invalide bejaarde met zijn stok of kruk 800 meter naar het oosten lopen naar spoor 2. He. Daar is namelijk, daar vertrekt de trein of spoor 2, het kan ook spoor 3 zijn, ik weet niet precies hoe het zit daar, maar in ieder geval moet je de hele hal door om naar Amsterdam te komen. En dan heb je nog de vaak voorkomende gelegenheid dat ongeveer 3 minuten voordat jouw trein zal binnenlopen, wordt omgeroepen, dames en heren, door een spoorwisseling zal de trein de Intercity naar Amsterdam vandaag vertrekken van spoor 14. Nou ja, dan moet dus de invalide bejaarde met zijn stok en zijn kruk weer die hele hal door naar spoor 14, want dat is namelijk helemaal aan de andere kant. Dit is de reden dat mijn moeder zaliger opgehouden is om het openbaar vervoer te gebruiken. Dat gebeurde zo vaak in Utrecht en dan raakte ze volledig van slag af. Ik kan me dat wel voorstellen. Je wordt onder de voet gelopen als je wil instappen. Ja, het is verschrikkelijk. Die instapdiscipline is in Nederland toch niet waar dat is. Mensen die lopen elkaar gewoon onder de voet. En zeker invalide bejaarden, die worden gewoon vertrappeld. die vallen gewoon tussen trein en perron. Zware wond vallen ze neer. Eerst uitstappen heb ik altijd geleerd. En dan stappen ze in en dan in verband met personeelstekort is de trein de helft van de normale lengte. Dus dan kun je met je eerste klasse overjaarkaart, kun je dus een hele rit naar Amsterdam op het balkon staan. Hè? Ja, wat ons ook overkomen is. En mijn vrouw loopt moeilijk, dus ja, dank u wel. Wat een geweldig. En wat ga je dan in Amsterdam doen met de bus of met de tram in Amsterdam? Ook zo'n feest. Een feest van wachten en instappen en uitstappen. Oh jongen, het is echt. Dus allemaal, het openbaar vervoer is geweldig voor studenten. Vlotte jonge mensen,
mensen die handig vlakbij het spoor wonen, maar is als geheel, zodra iemand wat minder ter been is, wat minder vlot is, oud is, onzeker is, moeilijk loopt, een ramp. En dan, godzijdank, beschik ik over de middelen om mij privé te laten transporteren. Hè? Maar dat zul je maar niet hebben, wat dan? Ja, dus kun je het wel aanpassen eigenlijk om het wel vriendelijk voor bejaarden nou, te krijgen? Nou, dat lijkt me ontzettend moeilijk. Ja. Het wordt denk ik 2 keer zo duur of zo. Hoe krijg je mensen in die stationshal in Utrecht van de ene naar de andere kant? Niet. Hè? Kan maar, moet je daar ook overal rolstoelen neerzetten? Dan zou ik zeggen, wacht maar tot de volgende trein wel op nou, dat spoor komt. Je hebt wel locaties waar een rolstoel aanwezig is. Maar goed, ik geef even het voorbeeld voor de aardigheid van de 2e boosterprik voor mijn vrouw. Dat was daar achter de jaarbeurs in Utrecht. En wij dachten handig, dan gaan we 's avonds even na het eten. En dat was nog, het was nog hartstikke koud. En daar stonden dus, naar mijn schatting, tot zeker 125 bejaarden te klummen. Want de doorstroom die was zo waardeloos dat mensen buiten moesten blijven staan. Er werden 100 excuses gemaakt door die mensen daar, maar je stond daar dus toevallig wel 3 kwartier in de kou als bejaarde. Met je stok of met je kruk. Hè? Daar waren wel overigens rolstoelen. Dat gebouw zat overigens vol met drempels. En ik kan je verzekeren dat als je ook zelf weer oud bent, maar je duwt je vrouw in een rolstoel, dat je nauwelijks over die drempels heen komt. Hè? Dat is niet te doen. Moet je dat ding opwippen, dat is echt... Kortom, daar zouden ze nou eens een gewoon met doodnormale mensen die doodnormaal oud zijn, die doodnormaal wat minder ter been zijn, een documentaire van een uur, hoe dat is in de publieke ruimte. Ja, dat is een goed idee voor Jan Slachter, om hier iets mee te doen. Ja, dat lijkt mij ook. Ja, daar hebben we weer een programma-idee, wat je kunt doen. Je kunt al met Rutte meelopen en je kunt ook nog zo'n programma maken. Ik heb geloof ik, sinds ik überhaupt iets met Hilversum heb, ik denk 6.295 unieke programma-ideeën bedacht. Altijd hetzelfde, wat een leuk idee. Ja, dat zouden we moeten doen, wat leuk. God, nog nooit aan. Wordt nooit wat. Wordt nou, echt nooit wat. Wel met de slimste en hier zijn de verrossums. Ja, dat heb ik niet verzonnen. Hier zijn de verrossums ook een volledig toevallige samenloop van omstandigheden. Ja, maar goed, dat zijn wel programma's die Nee, ik denk even aan mijn ontzettend leuke ideeën. Hè? Programma over stoommachines natuurlijk, waar ik altijd mee kom. Maar ja, dat zijn allerlei dingen waar je denkt, waarom wordt daar nou geen aandacht aan besteed? Postzegels? Bijvoorbeeld, hè? Ideaal onderwerp. Nou ga ik wel iets doen voor een soort portretgalerie met postzegels, waarbij de postzegels de portretten zijn. Ja. Voor de tv? Nee, dit is voor een soort van museum in Amsterdam. Oh, oké. Ja. Maar je zou er best wel iets heel leuks van kunnen maken, zonder meer. Ja, en ik vind nog steeds het leuke idee van gewoon rondrijden en kijken wat er gebeurt. In Amerika, ja. Nou ja, hier in Nederland kun je dat ook doen. Ja, dat zijn mensen ook altijd hartstikke enthousiast. Ja, dat zou je in Nederland ook kunnen doen, maar in Nederland ben je zo gewend aan de gekkigheden van Nederland dat je ze niet meer ziet. Eigenlijk moet je dan een buitenlander huren die je meeneemt en die moet je erop wijzen. Want wat je gek vindt in Amerika, dat zijn heel veel dingen die zij vrij normaal vinden, maar die wij als Europeanen gek vinden. Ja. He, want neem bijvoorbeeld die film, hoe heet die ook alweer, Paris, Texas, van Wim Wenders. Nou, dat is op zichzelf een hele goede film, maar even afzien van het feit, de waarneming van Amerika en het Amerikaanse landschap en de gekkigheden in Amerika, van die rare benzinestations en dat soort van dingen, dat is precies zoals een Europeaan Amerika ziet. En dat is eigenlijk, vond ik zelf, een van de leukste aspecten van die film Paris, Texas. Ja, dus je moet, het valt je ook altijd op, als je in Amerika bent, zeker als je er voor het eerst bent, dan is ik ging met een taxi van JFK naar Manhattan. Ja, dat is zo wonderlijk. Ja, je wil eigenlijk graag alles fotograferen. Het ziet er zo, je hebt het allemaal al een keer eigenlijk gezien, een beetje in het voorbijgaan op films of wat dan ook. Maar het ziet er wel heel wonderlijk uit, ja.
Het is je niet verteld dat allerlei half uitgebrande fabrieken, totaal vervallen huizen. En dan is het een van de meest vitale centra van de Verenigde Staten. Dat is dat. Boom niet toen ik natuurlijk in 1974 voor het eerst in Amerika was. Stond sowieso de stad New York op failliet gaan. Of was al zo'n beetje failliet gegaan. Het was gewoon heel slecht met de stad. Die is zich geweldig hersteld heeft in allerlei opzichten. Ja. Maar dus je moet een vreemdeling zijn om de gekkigheid te zien. Dat is mijn theorie. Ja, dat hoor je bij ons. Of dat je de eerste keer dat je in Amerika bent, dat je zo gefrappeerd wordt door al die Indiaanse namen. Die je eigenlijk niet verwacht. Hè? Ja, wat zal ik zeggen? Mississippi, Niagara. Dat zijn allemaal Italiaanse termen. Het hele Italiaans-Indiaanse termen. Hoe heet die rivier daarbij bij Pittsburgh? De Susquehanna, geloof ik. Nou, zodra je denkt, wat een rare naam. Het zijn allemaal Indiaanse namen. Dat is een hele gekke zaak eigenlijk. Mm. Buitenlanders zeggen hier in Nederland, wat wonen jullie klein? Dat krijg je altijd te horen, zeker in de Randstad. Ja, ik weet niet waar die dan vandaan komen. Want dan zou ik wel dolgraag willen weten waar buitenlanders die echt ruim wonen, waar die vandaan komen. Zijn dat Zweden Duitsers, of Nooren? Of Italianen ook, denk ik. Italianen? Dat is nieuw voor mij. Misschien in sommige streken, misschien in het zuiden. Misschien niet in Milaan en dergelijke, maar... Het zuiden is natuurlijk... Zuid-Italië, dat is een andere wereld. Dat is een deels is dat gewoon de derde wereld. Ja, ja. Beheerst door de maffia. Dat is misschien ook nog een onderwerp, de maffia. Nou, ik heb helemaal geen zin om van mijn raap geschoten te worden. Dus dat gaan we niet doen, eerlijk gezegd. Maar bijvoorbeeld de Indiaanse naam in Amerika, dat is zo. En dan weet je dus, die mensen zijn verdwenen. En alles wat er over is, zijn de namen. De namen van rivieren, de namen van gebergten. En de namen van meren, dat is over. En de mensen die de naamgevers zijn vertrokken. Ja, weggejaagd. Ja, die zijn weggejaagd. Doodgegaan aan ziektes waar ze niet resistent tegen waren. Deels vermoord natuurlijk. Ja, dat is niet zo best allemaal. Nee. Ja. Nou, kortom, we hebben weer heel wat bedacht voor de Nederlandse televisie. Ja, ik hoop dat ze dat slachten zit mee te luisteren. En ik denk wel, als je met het programma naar de randen van het land gaat, dus naar Drenthe of naar het noorden of naar het zuiden, dan kom je vanzelf gekke dingen tegen. Want dat is toch deels een ander land, wordt wel eens gezegd. Ja, dat zal deels het geval zijn. Als je in... Misschien heb ik te weinig opgelet dan in Nederland. Wat ik altijd in Nederland frappant vind, je weet dat er verarmde streken zijn in Nederland, Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen. Ja, als je goed zoekt kun je ook wel stukjes vinden. Niet zo best. Maar in principe ziet het arme deel van Nederland er eigenlijk heel fatsoenlijk uit. Je denkt niet steeds van jongen. Wat een griebus is dit. Nou, dat denk je in Amerika namelijk wel. Ja, oké, dat is waar. Denk je, god allemachtig nog aan toe. En hoe is dit nou mogelijk? In een van de rijkste landen ter wereld. Nou ja. Ja. Maar de Indiaanse namen, dat greep mij altijd sterk aan. Ja. Dat is misschien ook nog een onderwerp. Ja, ik weet. Mensen willen dat volgens mij niet graag horen. Van omvolking gesproken, hè? Ja. Ja, dat stond ook een heel leuk stuk. Leuk. Maar een goed stuk in de New York Times, een van de columnisten. Niet waar die erop wees dat er in Amerika al allerlei omvolkingen hadden plaatsgevonden, eerlijk gezegd. En dat natuurlijk een van de omvolkingen is. Is dat de autochtone bevolking, namelijk de Indiaanse bevolking, dat die er wel heel beroerd van afgekomen is natuurlijk. Mm. Ja. Maar dat in feite omvolkingsprocessen voortdurend doorgaan. Ja. Ja. Een hele vervelende politieke consequenties kunnen hebben. Ja. Maar goed, omvolking. Ja, naar aanleiding van die schietpartij daarin, maar was het ook alweer. Ja, er zijn veel schietpartijen. In New York. Ja. En Biden begint ook een slechte indruk te maken, hè? Met versprekingen en... Hij is gewoon oud. Waarom zag ik hem laatst nou? Ja, op dat correspondence-dinner. Dat je ook denkt, jongen. Het is wel een beetje een sprekend skelet eigenlijk. Ja. Je zit gewoon te wachten op dat hij omvalt. Nou ja, de interessante vraag is natuurlijk, daar denk je altijd aan bij de politiek.
En die man is een jaar ouder dan ik, dus zo verschrikkelijk oud is die nou ook weer niet, maar hij ziet er toch kwetsbaar uit. Dat ben ik wel met je eens. Ik weet niet hoe kwetsbaar ik eruit zou zien als ik dagelijks door cameraploegen gevolgd zou worden. Want je kunt niet alsmaar opletten dat je toch lekker vlot doorloopt, een wipje maakt, enzovoort, enzovoort. Hoe moet dat bij de opvolging? Ja, dat is toch weer 24. Laten we wel wezen, is over 2 jaar. Ja. Ja. En een Kamala Harris, daar zie ik het niet van komen. Nee. Je moet er niet aan denken allemaal. Nee, volgens mij gezegd. Geldt ook voor de, natuurlijk, we hebben het niet over gehad bij de veiligheidsvraagstukken die Europa betreffen. Nu Rusland zich weer geafficheerd heeft als revanchistisch en bereid om de gekste dingen te doen. Ik bedoel, garanties zullen voor een niet onbelangrijk gedeelte van de Amerikaanse kant moeten komen. Veiligheidsgaranties. Ja. Gaan ze, stel voor, Trump wordt het, die vindt dat de NATO winst moet maken. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dat allemaal uit gaat pakken. Wat dat betreft. Hoe je het ook wendt of keert. En wij mogen daar wel ook rekening mee houden bij het subsidiëren van de herstelkosten. Maar de strijd die het Oekraïense leger levert, is ook toch deels in ons voordeel. In hoge mate in ons voordeel. Ja, ja. Maar goed, dat draagt ook aan bij met wapens. Daarom. Jezus, dat kan ik je mailen als je wil. Hitler zelf heeft zich van het leven beroofd, waarmee ook alle conservatieve en elitaire krachten in Duitsland in feite tegelijkertijd van het toneel gevaagd worden. Maarten van Rossum over Hitler. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.